Discussieavond over kwaliteit onderwijs. Studenten van de Anton de Kom Universiteit, HBO-instellingen, middelbare scholen en docenten hebben deelgenomen aan een discussieavond over kwaliteit onderwijs. Deze werd op woensdag 14 augustus georganiseerd door de United Nations Sustainable Development Goals Youth Ambassadors Program in het kader van International Youth Day, welke op 12 augustus jongsleden wereldwijd werd herdacht. De docenten en studenten hebben interactief geparticipeerd aan de discussie over SDG, Doel 4, kwaliteit onderwijs en de onderwijssituatie in ons land. Het thema van de International Youth Day 2019 is Transformation Education. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.